The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Voor verviers worden er uh, dingen dat, dat er kon gezegd worden als heel veel drang naar actie. Jullie zijn zo'n ploeg dat leeft voor de oproep. Je got ervoor. Je is soms letterlijk teleurgesteld als de tegenstander zijn eigen te snel overgeeft. Absoluut. En dat je denkt, we hebben ons hier kapot getraind in tis morda. Ehm. Um, uw eerste grote, hè, denk ik, was Nordin Benalal, hè, die, die je gepakt hebt. Hè, de, de legendarische ontsnappingsartiest ja. uit de gevangenis. Je hebt in oog gestaan met mensen als Farid Lefou. Je hebt serieuze dingen gehad. En dan komt Verviers. En dan, denk ik... Van alle opdrachten die je toen al gedaan had, gaat al wel wat op je palmarès. Gaat ook wel, gaat zelfs een, een beschieting gehad met een dodelijke afloop. Hè. Omdat je een, een collega wou beschermen, mm. waar een camion op af wou. Je hebt echt al zwaar, zwaar dingen gedaan. Maar het bleek nog altijd, jullie waren dat onoverwinnelijk team. En heel vaak, zoals je er straks ook al zei en ook in een boek verteld, jullie moesten maar verschijnen en de grote jongens hadden al door. Ja, oké. Okay. Klaar. Ze hebben nu het zwaar geschud. Nu stoppen we ermee. En dan gebeurt verviers. Wat is daar exact allemaal veranderd voor jullie? Um, weet je, de eenheid, de oorspronkelijke eenheid, dus speciaal interventieskadron, is in uh, 1972 uh, Opgericht na de aanslagen van Munich. Zoals de meeste andere eenheden in Europa en in de wereld na 72, de aanslagen. Het Olympisch team, met die atleten, met die Israëliërs en Palestijnen. En hebben ze toen ingezien van ja, de gewone politiemachten: er bestaat niks naast het leger, maar soldaten hebben geen politionele bevoegdheid, dus er moest iets tussenin komen. Vandaar dat ze die eenheden een beetje uit de grond hebben gestampt. Ook in België. Dus sinds het begin zijn wij een antiterreureenheid. Heel oorspronkelijk zijn wij een antiterreureenheid. Het speciaal interventieskadron van de Rijkswacht was daarvoor opgeleid, of werd daarvoor opgeleid. Dan is er in de jaren 80 uh, de Bende van IJvel geweest, de CCC, CCC uh, ja. nog een paar andere uh, van die formidabele protagonisten, die toch wel een beetje terror gerelateerd waren, waardoor dat de focus gelegd werd daarop. Achteraf meer naar groot banditisme, maar je wist als je voor het zie kwam, en dat is een beetje het verschil met de POSA's, want daarna zijn de POSA's erbij gekomen in de jaren tachtig bij de Rijkswacht en hebben ze daar afscheuringen van gedaan. Om even between brackets uit te leggen, een POSA dat is. Noem dan een ploton observatie en arrestatie. Er is zo één in Antwerpen hier in Willerijk, en in Luik, en in Charleroi en in Gent. En die werken respectievelijk allemaal op twee provincies. Dus Antwerpen werkt meestal op Antwerpen en Limburg, maar die kunnen even goed in versterking gaan voor luik of zo, maar meestal blijven die zo'n beetje. Ik ga zeggen, per arrondissement van vroeger van de Rijkswacht, bleven die op hun, op hun territorium. Die hadden ook, uh, die waren gefocust op voornamelijk. Arrestaties, zelfs groot banditisme, maar arrestaties op straat en versterkte huiszoeking. Voor de rest hadden die geen, ik zeggen, geen verantwoordelijkheid of geen bevoegdheid in zaken. Uh, en wat, ik leg u dat uit omdat dat daarna om te verstaan wat dat er daarna is gebeurd met die terrorzaken. Mm -hmm. Die hadden geen bevoegdheid bijvoorbeeld in zaken uh, gijzelingen, wat dat wij noemen een forchabrol, dus een, een man die uh, ergens verschanst is, geldneerleggingen, gevangenisopstanden, etc. Dat deden die allemaal niet. Dus dat viel allemaal terug op Brussel. Dat was de focus van Brussel. Wij deden high-level groot banditisme. Niet altijd high-level, soms was het een beetje ook uh, de, de, de lokale voetbalploeg. Maar uh, uh, dat, dat was goed, want dat was een training. En. Wij vroegen daar ook achter, dat zeg ik ook in een boek, ja. hè? wij vroegen mm -hmm. daar ook achter om toch wel actief te blijven, want alleen terro doen... Ik bedoel, en er is ook even een uitleg, want in het peloton was er zo'n een, 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 een school van gasten die alleen maar in die richting zagen, en die zagen alleen maar een, 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 een Beslan of een, een Bin Laden, mm -hmm. en dan was er een deel, en ik zat meer in dat andere deel, die zoiets hadden van: oké, okay, als wij één of twee keer per, jaar, per week een versterkte huiszoekingen kunnen doen en een arrestatie, dat houdt ons bezig, dan trainen we en ondertussen. En de. Wij zijn anti eenheid geweest, maar tijdens al die jaren is er bijna niks gebeurd. Dus wij trainen wel. Twee keer per jaar gingen wij naar het buitenland, naar Noorwegen en Denemarken, om daar op een boot te klimmen in de, in de Noordzee, in het midden van november, om, om hè, een simulatie van een gijzeling op een boot, en, ja. dan, en dan in het zuiden van Spanje een gijzeling op, op een vliegtuig, en dan wat R&D doen op uh, explo, ook op boten en vliegtuigen. Dat was anti maar er gebeurde nooit iets. Dus dat was zo'n beetje voor ons... Ik kan niet zeggen ver van ons bedshow, maar... Allee, ja. Ik persoonlijk, dat, ik kan niet zeggen dat mij dat niet interesseerde, maar ik geloofde ook nooit dat dat dichtbij zou komen. Wij waren daarop voorbereid. Wij konden dat wel allemaal, die skills. Wij kenden die tactieken en die technieken, maar wij deden dat niet. En dan vanaf ver 4, om terug te komen op uw mm -hmm. vraag, ja, dat was een beetje de wake-up call. Omdat wat dat de eerste helft van peloton had voorspeld... Is toen uitgekomen. Wij zijn uit Verviers ook goed uitgekomen. Hè, omdat we die skills, het was een combinatie van zaken, zowel die skills hebben onderhouden als de gewone skills. Hè, de gewone gast op straat. Het feit dat je traint op kleinere zaken, maakt dat je ook de grotere zaken kunt. Hè, dat je, je blijft ervaring hebben. En dat heeft ons sterk gemaakt. Die tegenstaande die wake-up call was er op materiaalvlak. Hè, dat we zeiden van ja, maar wij kunnen hier niet. We zijn een anti eenheid maar we kunnen niet uitvoeren wat dat ons gevraagd wordt in feite. Dat zeiden we ook wel al lang. Hè. Zeker sommige gasten bij ons die zeiden van we hebben dit nodig en dat nodig en dat werd altijd weggelachen en wat denk jij wel en uh, je zit hier niet in Afghanistan en blabla. Bla. Um, maar wat dat echt heel confronterend was, dat is het feit dat je op die moment valt tegen een vijand die um, voor niets ja. en, en als je op iemand valt die wil sterven, dat het nu iemand is die zelfmoord wil plegen, echt, echt zegt van ik ga mij onder een trein gooien, of iemand die uh, omwille eendert welke overtuiging, een jihadist die zegt van en nu ga ik een uh, jihad voeren en ik wil sterven, je kunt daar, niks, allez, je kunt daar geen weg mee. Ik bedoel, mm -hmm. iemand die wil sterven, die wil sterven, die gaat ook sterven. Dat klinkt heel hard, maar die ja. gaat ook sterven, want die wil sterven. Je kunt daar niet mee negociëren, je kunt daar niet mee... Ja, er, er is geen uitweg niet meer. Hij kiest dat ook, wij kiezen dat niet. Hè? Niet tegenstaande mm -hmm. dat we soms nog deuren openlaten tussen aaksjes. Uh, niet letterlijk, maar uh, figuurlijk dan. Maar op een bepaald moment, ja, als hij overtuigd is, is hij overtuigd. En dat was het ding in Vervier. dat we zagen van twee van de drie daar, die waren echt overtuigd. Die, 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 die wisten dat ze gingen sterven. Of die een dag, of de dag daarna door... Een uh, explosieve vest aan te doen en er ergens te gaan uh, ontploffen in een shoppingcentrum of in een commissariaat. Want dat is nog altijd niet duidelijk wat de gasten gingen doen. Maar die wilden sterven. En dat maakt dat dat voor ons. Um, zowel persoonlijk emotioneel, achteraf dan. want op het moment zelf beseft je dat niet. maar na een dag of twee, als alles begint te bekoelen. dan zeggen van: fuck, dit was toch anders dan twee jaar geleden. toen ik die, die zware gangster heb gepakt. dat is één zaak. Uh, maar ook de manier om te kunnen tussenkomen. De... Wat zijn de regels? Je hebt geen regels meer. Ja, wij moeten ons nog altijd houden aan de, hè, het gemeen recht en, en, en wat er in het strafboek staat, et cetera. Maar die gast aan de overkant die heeft geen regels. Hè. Die, 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 die doet maar. En dat, dat heeft het ook heel moeilijk gemaakt. Dat was. We um, hebben daar heel veel over zitten brainstormen. Er zijn bepaalde, wat dat mij noemde, de Rules, hè, de rules of Engagement mm -hmm. ingelast, omdat dat werd, um, kan niet zeggen, supra-legislatief. Want dat is een beetje een woord dat ik nu uitvind. Maar de, de, er was geen wetgeving om dat te kaderen, om in zo'n zo kader te kunnen werken. Wij, wij stellen ook vragen hè, operationeel, mm -hmm. via onze hiërarchie naar het federaal parket. Ja, maar stel nu dit of stel nu dat. In het begin werd dat ook een beetje weggelachen, Oh, ja, dat gaat niet gebeuren. Ja, oké, okay, dat gaat niet gebeuren. Maar stel dat het gebeurt. Mogen wij daarop schieten? Mogen wij daar niet op schieten? Wat moeten wij doen? Alleen, ja. je hebt geen zekerheid achteraf ook. Hè, met, met Salah zijn er ook bepaalde. En, en Salah en zijn Maar zijn er bepaalde situaties geweest waar we vroegen van, ja, maar stel nu dat. We zien hem 100% is hij. Maar we zien niet of dat hem een vest aan heeft of niet. En hij loopt weg. Dus we zijn niet meer in een wettige verdeling, of, of, of dan net wel. Dat is een hele discussie. Dat moet voor, voor die gasten, voor ons, moest dat klaar en duidelijk zijn. Hè? Wat kan, wat, wat, wat kan niet. Dus er werden uh, echt uh, ja, rules opgesteld, maar ook zo beslissingsbomen. Dus we noemen dat echt een beslissingsbomen. If, then, hè, wat dan mm -hmm. ja, nee. En dan echt een volledig beslissingsboom. Die bijna van buiten geleerd werden om te weten van, ja, in dat geval dit en in dit geval dat. Nu. Uh, ervaring leert ook dat je op voorhand ook niet te veel plannen mocht maken, want anders raakt er niet meer aan uit. Maar ja, soms was het, was het moeilijk. En natuurlijk, we moesten ons ook indekken in die situaties. Hè? Want stel dat je een beslissing neemt dat op voorhand niet besproken is geweest met het federaal parket, Ja, allee, dan draagt jij wel die verantwoordelijkheid. Hè? En mm -hmm. als dat zo borderline is. Er zijn genoeg uh, goede lepen advocaten die u dan, uh, of die hem kunnen vrijspreken dus naaks, of die u erin kunnen draaien, dus... Op dat vlak was dat, ja, Verviers was een kantelpunt. Was een kantelpunt, zowel emotioneel als, ik ga zeggen, echt op voor de eenheid, de manier waarop dat we zijn moesten tussenkomen en gingen tussenkomen. Verviers komt ook... Een week na. Uh, Charlie, Hebdo. Charlie Hebdo. En ja. al, dus de Hypercachère-toestanden. En nog en, uh, hyper eens een schietpartij ja, just, in, uh, in, in, in het noorden van Frankrijk. met de GIZEN daar op de. Uh, frère, frère, uh, hoe noemen ze daar? Hoe heet ze? Uh, de naam ontgaat mij voor het moment. Uh, dus wij voelen die spanning wel opbouwen. En dan was Vervierzaar. Dan is uitgekomen wat dat voorspeld was. Hè? Ja. En dan moet je je ervaring van gedurende 40 jaar, de eenheid dan, hè? Ja. niet mijn ervaring, heel de eenheid, want er wordt veel over mij gesproken, maar ik bedoel, ik ben maar een, een, ja. een, een, ergens een uh, woordvoerder van, van heel, allez, heel de eenheid. Hè? Mm -hmm. Maar uh, ja, dan, dan, we moesten ons terug in vraag stellen.